Welkom beste autosportliefhebbers, welkom in het Limburgse Bocholt voor de internationale seizoensrally. De vierde manche van het BFO Belgian Rally Championship. En dit is eigenlijk een unieke rally op die Belgische rallykalender, want het parcours dat bestaat voor ongeveer 30% uit Onverhard. De typische Maaskiezel daar. Heel wat Nederlanders aan de start in Bocholt, maar wat weinig Belgen en dat heeft een goede reden, want het reglement schrijft voor dat van de eerste vier manches slechts 3 resultaten mogen worden ingebracht. Een aantal rijders hebben verstek gegeven. Deze man daarentegen, die doet dat niet. Die heeft de eerste 3 gewonnen en wil ook de vierde manche winnen. Freddy Loix is aanwezig met zijn BFO Ford Focus. Waarom start je dan? Omdat ik dit een zeer leuke rally vind. Altijd zeer goed georganiseerd. Goede ambiance. En het was belangrijk voor mijn partner BFO om hier aanwezig te zijn. De tweede, derde en vierde in het Belgische kampioenschap, die zijn er niet bij. Vincent Verschuren, die houdt niet echt van deze rally. Melissa de Bakkere, die heeft ook verstek. En Chris Prinsen, die haalt budgetproblemen aan om hier niet te starten. Het is een beetje jammer, maar dat zijn zowat de gevolgen van het reglement in het BFO Belgian Rally Championship. Misschien moet dat voor volgend jaar maar eens worden herbekeken. Wie er wel bij is, is deze Patrick Snijers. Voor het eerst met deze achterwiel aangedreven BMW aan de start. En Snijers die is hier vooral om zich te amuseren. En ook het publiek te entertainen uiteraard. Waarom? Ik rij graag. Ik wil ook, we hebben een nieuw project dat we vanaf Ypres gaan opstarten. En ik wil toch een beetje terug in het ritme komen. Nieuw project, vertel eens. Ja, nee, we gaan in principe met de nieuwe Porsche 997 GT3 rijden vanaf omloop. In Ypres zouden we waarschijnlijk, allez, zeker, met de historic Porsche rijden. En ja, dan is eigenlijk de rest van het seizoen, kun je dat bekijken als voorbereiding op volgend jaar, dat we toch met die Porsche gans seizoen kunnen rijden. Freddy Loix die start ook hier als torenhoog favoriet. En neemt onmiddellijk ook de eerste snelste tijden voor zijn rekening. Maar het was niet altijd evident daar op de Maaskiezel. Het was er bij tijden spekglad. Om direct rechts 43 couperen. Dat is wel spekglad, hè. 300. T. Links 53 couperen borduur. 300 meter. T. Links. Toch weet Loix de eerste 4 tijden op zijn naam te schrijven. Na de eerste lus had hij al een kleine halve minuut voorsprong. Een goed resultaat om de wedstrijd mee te beginnen dus. Makkelijk is het niet, het is blijkbaar glad. Holiday on ice, het is super glad. En, de plaatsen waar er asfalt is, valt het nog mee. Maar de plaatsen waar we op de gravel rijden of waar we van de gravel afkomen is zeer glad. Op de tweede plaats de Nederlander Erik van Loon. Ook hij met een Ford Focus WRC, maar een iets ouder model. En hij volgt dus zoals gezegd op 28 seconden. Heel wat Nederlanders in Bocholt en dat heeft zo zijn redenen, want de seizoensrally die telt ook mee voor het Nederlands kampioenschap. Freddy is heel snel, hè? Ja, maar dat hadden we ook wel verwacht. Maar de tweede proef zaten we er eigenlijk onverwacht dichtbij. Dus ja. 1 secondje is eigenlijk bijna niks, hè? Dus dat was je waarschijnlijk verrast ook. Ja, absoluut. Ik was eigenlijk de eerste proef al verrast, want ik had echt heel rustig aangedaan. Ja, ik heb een jaar niet meer in een rallyauto gezeten en dan met deze snelheden hier, met die modder, dat is toch wel even wennen. Maar ik hoop dat we dit tempo de dag door kunnen rijden en dan ben ik dik tevreden. Nog een Nederlander, nog een Erik en nog een Ford, maar deze keer een Ford Fiesta WRC in de handen van Erik Wevers. Je moet nog een beetje aan de wagen wennen, maar hij ligt wel mooi op een derde plaats. Ah, ik moet nog wat wennen aan de auto, ik heb het jaar niet gereden. Dus ik zit er aardig bij. Nou ja, waar ik moet staan met de Fiesta, dus we staan nu vierde. Top 3, nou ja, ik hoop dat ik straks terug kom omdat we in de top 3 staan. Hoe ligt het Onverhard erbij? Aardig slecht. Maar het is wel te doen. De Fiesta is gewoon een goede auto voor het Onverhard. En ja, ik vind het perfect gaat vandaag. Dus. Nog een Nederlander in een Ford Fiesta, maar een super 2000 versie. Herman Kobus, bij afwezigheid van Melissa de Bakkere en Vincent Verschuren, de grote favoriet om de zege te halen in de Super 2000 categorie. En rechts vol. 150. Topje. Is links vol en rechts vol. 150. Rechts 92. Snijglat. Super slecht. Super slecht. Rechts 92.
100. Links 92 laat. Glad. Links 92 laat. Glad en rechts 102. Rechts 102. 150. Links. Spekglad daar op het onverhard. Kobus ligt na de eerste lus van vier proeven op een mooie vijfde plaats. Hij leidt uiteraard ook de Super 2000 categorie. Geen Chris Prinsen in Bocholt en dat betekent dat deze Gunther Molens de groep N kan domineren. Met een Mitsubishi Evo 10 ligt hij voorlopig ook zesde algemeen op een 27 seconden van Kobus. Maar ver voor de concurrentie in groep N. Dit is zowat zijn enige concurrent, Philippe Pic, maar die volgt al op meer dan 2 minuten van Molens na vier proeven. Pic die net buiten de top 10 algemeen rijdt. En dan hebben we publiekslieveling Patrick Snijers. Die zegt dat hij er voor de fun bij is, maar ergens nijpt het toch een beetje bij competitiebeest Patrick Snijers. Kijk eens naar deze mooie onboardbeelden. Voorlopig dus 10e algemeen, Snijers. Jij rijden voor de fun, dat kan ik me toch niet inbeelden? Ja, nee, natuurlijk is er altijd ergens een competitie-element, natuurlijk. Ik zit eigenlijk mijn kas op te fretten, zoals ze zeggen, omdat dat niet vooruit gaat. Die motor is goed genoeg en al, maar dan zie je de efficiëntie van een tweewiel aangedreven of van een vierwiel aangedreven ten opzichte van een tweewiel aangedreven. Dus als je daar jaren mee gereden hebt, dan terugstappen naar deze auto. Oké, het is fun, maar... Ja, ik ben zo. Ik wil altijd een goed klassement hebben, dus we hebben ons voorgenomen van voor Chris van Woensel te eindigen. En voor Chris van Woensel eindigen, dat zal wel lukken, want Chris die heeft opnieuw pech gekend. Dit keer met de gaskabel, maar hij vond daar een originele oplossing voor. En dan hebben we iets gefabriceerd, lang de goede oude druk met de schoenveter. Van Justine hebben we eraan gemaakt en dan kost ik met de hand gas geven en ander aan het sturen en Justine moest dan schakelen en zo zijn we dan die twee speciaals afgereden. Ongelooflijk, het is nu hersteld, je kan nu gewoon rijden? Ik weet nog niet, ze zijn er aan bezig, dus iets afgebroken aan de gasklep, dus ik weet het nog niet dat we kunnen verder doen, maar ik heb de wagen tot hier gebracht en dan zullen we wel zien. Van Woensel kon zijn weg verder zetten, al heeft hij wel 9 minuten verloren. De strijd met Patrick Snijers was dus eigenlijk beslecht. Jammer, want het had een mooi duel kunnen opleveren daar tussen die twee achterwiel aangedreven BMW's. In de juniorcategorie leidt de Nederlander Timo van der Marel. Hij heeft niet zo heel veel voorsprong met zijn kleine Fiesta. Op de tweede plaats Polle Geuses. De revelatie van dit seizoen, zeg maar. En op plaats 3 Matthias Boon met de kleine Skoda. Matthias Boon, die erop gebrand is om hier een goed resultaat neer te zetten. Ook een marge voor de historic star in de seizoens. En het is Dirk De Veu die daar de leiding in handen heeft. Bert Cornelis die moest normaal gezien met een Subaru WRC aan de start verschijnen. Maar technische problemen verhinderden dat. Maar hij ruilde zijn wagen dan in voor deze mooie Opel Monza. De stand na 4 chronoritten. Loix voor Van Loon, Wevers, De Jong en Herman Kobus. Tweede lus van 4 proeven dan. En Freddy Loix die gaat gewoon door op zijn elan. Steekt zelfs nog een tandje bij en die halve minuut voorsprong die weet hij al snel te verdubbelen. Dan is het niet evident om op die Maaskiezel mooi op de baan te blijven. Links door de chicane, rechts, links, rechts 31. En 25. Grind, rechts 44, couperen. 500. Chicane, links houden, rechts 42 om links 33. Chicane, links houden, rechts 42 om links 33. Rechts 32 borduur, om. Links à fond, 100. Top à fond, 800. 800, even links, om. Rechts 53 plus in, couperen. Even links, om. Rechts 53 plus in, couperen. En rechts lang. En wordt 25. Rechts 63, diep couperen. 63, diep couperen. 500.
53. Licht proberen borduren. Breed, aanplaats. Je bent goed bezig om een blinde vlek op je palmarès uit te wissen. Hier won je nog nooit. Hier heb ik nog nooit gewonnen, nee. Hoe komt het? Ik ben hier nog niet dikwijls komen rijden. En van de andere kant, elke keer als ik kwam, was het met een Super 2000. Dus niet echt de auto om hier algemene overwinning kunnen te behalen. En dit jaar sta ik eigenlijk iets sterker. Bijna 1 minuut voorsprong op de eerste achtervolger. Ja, dit mag je eigenlijk niet meer uit handen geven. Nee, ik mag dat zeker puur snelheid niet uit de handen geven. Van de andere kant, het is een blijf onverhard. En een lekke band is zo gebeurd. En op dat moment stelt 1 minuut niks meer voor. Daarom blijft Loix dus wat doorpushen om de voorsprong op deze man, Erik van Loon, zo groot mogelijk te houden. Van Loon die blijft ook gestaag goed presteren. Maar het tempo van Freddy Loix, dat kan hij dus niet aan. Mooi op de tweede plaats, dus wel op precies 55,4 seconden na 8 van de 12 chronoritten. Erik Wevers die heeft wat meer terrein moeten prijsgeven, volgt nu op 1 minuut 28. Mag nog altijd stevig op die derde plaats daar met de Fiesta WRC. 1, 2 en 3 voor Ford dus. De Jong met de Mitsubishi Evo WRC. Doet ook zijn best, verliest wat plaatsen aan het eind van de tweede lus, is gezakt naar de zesde plaats. Hoogt nu al op meer dan 5 minuten. Maar kan eventueel nog wat terrein winnen in de laatste lus van 4 chronoritten, want het verschil met de man op de vierde plaats bedraagt minder dan 30 seconden. Herman Kobus, die is er niet meer bij aan het eind van die tweede lus. Had hier een goede zaak kunnen doen in het Super 2000 kampioenschap, maar maakte hier een klein foutje. Rechts 63. Hou hem erop. Gas. Ik zag hier de uitweg. Ja. Jammer. Rechts 63, 100. Links 63, hoog en kort, vuile banden, links 63. 100, links vol, en bos in is vol. En 100 bos uit en 150, rechts 54 op bomen rechts. Rechts 54 op bomen rechts. Daar kon hij zijn weg nog verder zetten, Herman Kobus, maar wat later zorgden elektronica problemen ervoor dat de Fiesta Super 2000 definitief naar de kant moest. Dat was het voor het eerste deel vanuit Bocholt. We zien u graag terug na de pauze. Terug in Bocholt voor het vervolg van onze reportage over de seizoensrally, de vierde manche van het BFO Belgian Rally Championship. Chris van Woensel die kreeg eerder met problemen met de gaskabel af te rekenen, maar wat later volgden er ook problemen met het differentieel op zijn BMW en van Woensel zou in Bocholt het einde van de wedstrijd niet halen. Jammer, want de BMW, als hij over alle paardenkrachten kan beschikken, is altijd een spectaculaire wagen. Leider in groep N nog steeds, Gunther Molens, domineert de wedstrijd daar met kop en schouders en rijdt nu ook op een vijfde plaats algemeen rond. Een meer dan behoorlijke prestatie, zou ik zo zeggen. Zijn voorsprong op Philippiek is nog steeds in minuten uit te drukken. Een viertal om precies te zijn. Piek die ondertussen wel de top 10 algemeen is binnengedrongen, staat op de negende plaats na 2 van de 3 lussen. Patrick Snijers, die entertaint nog steeds zichzelf en het publiek.
en zet daar ook goede tijden bij neer. Ligt op een zevende plaats met zijn BMW 130i. Niet evident om die achterwiel aangedreven BMW op het onverhard in het juiste spoor te houden. Maar de pakken ervaring die Snijers heeft, die zorgen ervoor dat alles heel vlotjes en spectaculair verloopt. Bij de juniors is het nog steeds Timo van der Marel die aan de leiding ligt. Ligt ook zelfs 12e algemeen, maar ze zitten hem kort op de hielen. Polle Geusens volgt op minder dan een halve minuut. En 5 seconden achter Geusens volgt ook Matthias Boon. Bij de Historics leidt Dirk De Veu na 2 van de 3 lussen. Maar bij de slotproeven ging het mis voor De Veu. De Veu ging met zijn Porsche zwaar van de baan. Gelukkig waren rijder en co-rijder niet geblesseerd, maar van de mooie Porsche bleef er heel weinig van over. Jammer voor De Veu, een van de tenoren van het Belgisch Historics kampioenschap. Maar de rolkooi heeft zijn werk gedaan. Tweede plaats bij de Historics voor Cornelis met zijn Monza. Hij volgt op respectabele afstand van de nieuwe leider en latere winnaar Chris De Biezer met zijn Ford Escort BDA. Een zeldzame, maar toch spectaculaire wagen, zo'n Opel Monza. En Millerville, die zet ook een mooie prestatie neer met zijn Porsche. Beste van de Porsches daar in Bocholt. Al liep het af en toe toch een beetje mis. Tussenstand na 8 van de 12 proeven. Loijks leidt voor Van Loon en Wevers, dan Jonkers en Gunther Mons. Laatste lus dan van 4 proeven en verrassing bij de juniors, waar Matthias Boon in de allerlaatste proef de leiding in handen neemt. En het uiteindelijk haalt met 0,8 seconde voorsprong op deze man, op Timo van der Marel. Mooie prestatie dus voor Boon in zijn Skoda. En belangrijke punten ook voor het juniorkampioenschap. Patrick Snijers, die bleef zich tot het eind amuseren en ging uiteindelijk als 7e over de streep met de BMW 130. Mooie prestatie daar en een van de weinige zonnige momenten daar in Bocholt die zaterdag. En hier ziet u hoe een ophanging van een BMW 130 op de rallywegen van de seizoensrally hard moet werken. Zevende dus, Snijers. En uiteraard ook de beste van de tweewiel aangedreven wagens. Op plaats 6 was het Gunther Monnes. Zakte nog een plaatsje algemeen in die laatste lus. Maar de zege in de standaardklasse die kon hem eigenlijk al lang niet meer ontsnappen. Mooie, degelijke prestatie van Monnes en co-rijder Van den Bulcke. Kwamen 16 seconden tekort om in de top 5 te finishen. De laatste plaats in de top 5 ging hier naar de Nederlander Jonkers. Met zijn niet zo recente Lancer Evo 6.5. Goede zaak dus voor het Nederlandse kampioenschap voor Jonkers. Was echter niet de snelste van de Mitsubishi's. Want die eer ging naar De Jong, die in die laatste lus nog 2 plaatsen wist te winnen met zijn WRC-versie. Ondanks daar een langzame leegloper lijkt. 4e plaats dus voor De Jong, maar op respectabele afstand van de latere winnaar 5 minuten 45. Erik van Loon die kon de latere winnaar het dichtst benaderen.
Over bedreigen wil ik het nog niet hebben, maar benaderen was het zeker, want 1 minuut en 5 is geen al te groot verschil naar de eerste plaats. Erik van Loon was dan ook een best tevreden man na afloop van de seizoensrally. Hij was ook de snelste van de Nederlanders daar in Bocholt. Ja, ik ben heel blij met de tweede plaats. We hebben een super mooie wedstrijd gehad, helemaal niks meegemaakt en fantastisch gereden. Ja. En je kwam heel aardig in de buurt van de tijden van Freddy, dus dat is ook een mooie referentie. Ja, één scratch heb ik gepakt, dus dat was vandaag in ieder geval het doel. En die laatste twee proeven zat ik ook heel dichtbij en vooral die laatste had ik hem zeker kunnen winnen. Maar ja, dat was voor Nala, hij heeft hem verdiend gewonnen, hij is de hele dag de snelste geweest. De tweede Nederlander aan de finish en de derde algemeen Erik Wevers. Moest uiteindelijk bijna 2,5 minuut toegeven op Freddy Loix. Maar verzekerde zich al in de aanvangsfase van een podiumplaats. En gaf die in de loop van de wedstrijd ook niet meer af. Een mooie wedstrijd dus ook voor Erik Wevers. Nou, ik kan niet meer eens tevreden zijn. Dus tegen de twee focussen, daar was ik niet tegen opgewassen. We hebben het wel geprobeerd in het begin, maar zijn we kansloos. Maar ik vind het een plezierige auto mee te rijden in Fiesta. Een supermooie rally. En eerst was het heel nat, nu droog. Alles zat erin, waren heel veel toeschouwers. Dus perfecte rally. En Freddy Loix die behaalt 4 op 4 in het Belgisch kampioenschap 2013. Vult ook een lacune op. Op zijn palmarès, de eerste keer winnaar dus in de seizoensrally. Rechts af vol, 150 smal, links 53 in, naar rechtse boom. Links 53 in, naar rechtse boom. 100. Rechts af vol kort, 200. Opgepast. Links 120, rechts 110. Links 120, rechts 110. En wordt 50. T, rechts 52. Diep kopperen verhard. T, rechts 52. Diep kopperen verhard. 50. Links af vol. Om. Freddy Loix, die uiteraard stevig wordt gefeliciteerd aan het eind. Freddy Loix, eerste zege hier in de seizoensrally. Ja, je was nog maar eens een klasse te sterk voor de rest. Ja, deze morgen was het iets closer racing. Ze zaten er vrij dichtbij, maar ik wou niet echt risico's nemen op het slechte onverhard. En het moment dat ik dacht dat ik kon pushen, heb ik wel gepusht. Ik had vrij vlug 45 seconden, een minuut voorsprong. En nadien heb ik eigenlijk gecontroleerd. Nu op naar jouw lievelingswedstrijd, de Rally van Ieper. Rally die al 7 keer won. Dan mag je niet starten met deze wagen. Welke wordt het wel? Goeie vraag. Ik weet het zelf nog niet. Het zal zeker een Super 2000 gaan worden, maar de welke weet ik nog niet. Is er een keuze tussen 1 of 2? Er is keuze tussen 2 wagens, maar ik denk dat de komende week wel gaat uitmaken met wat we gaan starten. En welke 2? Ofwel een Skoda ofwel een Citroën. En dat weten we dan ook alweer. Loix die op het podium nog eens in de bloemetjes wordt gezet. En we gaan nog even kijken naar de einduitslag. Loix haalt het dus voor Van Loon en Wevers. En dan de andere twee Nederlanders, De Jong en Jonkers, die maken de top 5 vol. En champagne voor Loix en Miklot. En het zal wellicht niet de laatste keer zijn dit jaar. De tussenstand in het Belgisch kampioenschap, waar Loix uiteraard leidt na 4 overwinningen op 4 wedstrijden. En de BFO Award in Bocholt die ging naar de man die de marge van het juniorkampioenschap op zijn naam wist te schrijven. Matthias Boon met zijn Skoda Fabia. Heel sterk geleden daar van Boon. En verdient nog eens extra in de bloemetjes gezet met die BFO Award. Het was een moeilijke start deze morgen. Het was een doorzopen parcours. En ik heb hier geen kennis. Het is de eerste keer dat ik de seizoensrally doe. Dus we hebben het rustig aangedaan. En oké, Timo was iets sneller dan ons. Maar dan, als het begon op te drogen, hebben we het tentje bijgestoken en we kwamen KP per KP kwamen we korter. En ik heb gezegd, we gaan alles of niks doen en dat de beste mogen winnen. En het zijn 18e geworden dat ik voor hem ben, dus dat is super.
schitterend slot inderdaad van de seizoensrally voor Boon. Dat was het vanuit Bocholt. Wij hebben ervan genoten. We hopen van u hetzelfde. Graag tot de volgende keer.